U moet binnenkort naar de Polykliniek Chirurgie in het Spaarnegasthuis om een zwelling te laten verwijderen. Voordat u naar het ziekenhuis komt, neemt u thuis alvast 2 paracetamol van 500 milligram in. Het verwijderen van de zwelling gebeurt in een behandelkamer op de Polykliniek Chirurgie. U wordt opgehaald door de doktersassistent en naar de behandelkamer gebracht. Voordat de behandeling begint, stelt de doktersassistent u een aantal controlevragen. U neemt plaats op de behandeltafel. De chirurg tekent meestal met een speciale huidstift het operatiegebied af. U krijgt met een plaatselijke verdoving één of meer prikjes. Deze verdoving begint al na een paar seconden te werken en houdt tot twee uur aan. De chirurg verwijdert de huidafwijking met een chirurgisch mesje. U voelt dat de chirurg bezig is, maar u mag geen scherpe pijn voelen. Het wondje wordt vervolgens gesloten met hechtingen. De chirurg besluit tijdens de ingreep of u oplosbare hechtingen krijgt of hechtingen die verwijderd moeten worden. Dit bespreekt de chirurg met u. De niet oplosbare hechtingen blijven 7 tot 10 dagen zitten. De chirurg bespreekt ook met u of deze hechtingen in het ziekenhuis of door uw huisarts worden verwijderd. Na de behandeling mag u direct naar huis. Als het nodig is, krijgt u een afspraak voor een nakontrole. De chirurg kan ook besluiten om de huidafwijking te laten onderzoeken in het laboratorium. Dan krijgt u een belafspraak voor 10 tot 14 dagen na de ingreep voor de uitslag van het onderzoek. U kunt thuis pijn krijgen. U neemt dan 6 uur nadat u voor de laatste keer paracetamol heeft genomen, 2 paracetamol van 500 milligram in. Daarna kunt u elke 6 uur 2 paracetamol van 500 milligram innemen. De eerste 2 dagen houdt u de wond droog en schoon. Heeft u een drukverband of een pleister op de wond, dan mag u die na 24 uur voorzichtig verwijderen. Zitten er onder het drukverband of de pleisters nog hechtpleisters? Zorg er dan voor dat deze zo lang mogelijk blijven zitten. Deze hechtpleisters mogen wel nat worden onder de douche. U mag na één dag weer douchen, maar alleen als er geen wondvocht meer uit de wond komt. Zwemmen of in bad gaan mag pas als de wond volledig genezen is. Heeft u last van een nabloeding of tekenen van infectie? Neem dan contact op met de polychirurgie.